Yo guys van GTA met Rutger hier. Ik ga vandaag op Mad Max spelen. En Lee speelt hetzelfde spel, maar dit is niet online, want dan weten we nu dat dat moet. En elk is hier gewoon de bedoeling van. Ah, dat gaat gewoon niet online. En elk is hier gewoon de bedoeling van dat je een spel kunt uitspelen. Skip. Oh, zakers. Ja, als ik hem een beetje raar reageer, dat komt omdat ik gewoon, ja, af en toe wel eens een beetje grover was. Moet ik hier gaan vechten of wat moet ik hier doen, jongen? Ah, oké. Okay. Ik moet nu naar die groene waypoint gaan en dat kan nog eens. Ah nee, dit is niet zo heel moeilijk. Nu moet ik met deze man gaan praten. You trust that little scrap monkey? For now. I'm not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. The fuck? Oh ja, nice, de magie kan ik hier dus mijn auto gaan uppen. You build me that sniper. Just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Gast. Wow! Wat een wapen! Oh, of was het geen wapen? Was het gewoon iets voor die motor? Dat kan ook, hè? Ja, oh! Jawel, dat was wel een wapen! Hiermee kan ik beter mikken op iets. Even een beetje drinken. Oké. Ik moet nu in mijn auto gaan. Godverdomme, ga even open. Dus nu stap ik in mijn auto, liefst. Als jullie dit spel ook willen spelen, het noemt gewoon Mad Max. Hey, ik mag ook snipen. Wow, yo. Sniper is niet normaal. Hé? Op wat moet ik schieten? Ja, wat moet ik hier schieten, Lee? Weet jij dat? Oh, op die tonnen! Kom al, droog wisselen. Oké, en nu? En we gebruiken heel eventjes een turbo. Nu zijn we eigenlijk gewoon nog maar een beetje aan het rijden. Op topspeed. Wow, yo.
En we vlammen daarover. Wat is er mis met deze weg? Ik zit hier ook nu bij een heel rare plek, joh. Oh nee, en die hebben ook snipers, natuurlijk, hè. Oké, mensen, dat hebben jullie niet gezien. Mijn auto vloog zeker niet over de kop. Ah, shit. Keep your head down. I'm gonna take a look. Yes, yes, please, hurry back. This is very, very bad. Very risky. Wat de hel, joh, moet ik in een toren gaan overvallen? Ah, ik moet even een hoekje toch? Goed bij dat stuk. Waar is die persoon nou weer? Ah, ik moet die met de hand gaan afmaken of zo, ja. Mijn wapens zijn leeg. Oké, mensen. Dit is niet niks hoor, dit spel. Dit is nogal redelijk moeilijk, zeg maar. Hey.
Ik denk dat ik gewoon hier zo door moet. Mots jongen, echt waar hier jongen. Nog iemand hier iets te zeggen? Dacht het al. Ik kom hier dan rustig binnen, staat er daar maar een met een schild en iets anders. Er zit er een te schieten op mij met een sniper. Maar hey, ja, doe kalm. Natuurlijk, ik ben hier kei droog. Oh nice, dat kan ik op mijn auto nee, zetten. Nee, val ik daar zelf af. Typisch. Oh ja, drinken. Ja, ja, nice. Dat kan ik wel gebruiken. Ik dacht, ja, ja. Nee. Oh, nice. Ik dat ventje ergens tegen. Hé, ik heb weer drinken, hè. Hoe moet ik hier naar boven? Ik heb overal van afvallen. Dat ventje dat springt er ook gewoon af. Dus hoi. Kan niet dood. Ja, zal ik zo maar gaan zeker. Wow, 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 wow. Val ik er weer af? Oh, kut, kut kind. Ah nee, dat is geen kind meer. Gas. Oh, echt jongen, ik wil dat ik zo'n mes pak en mijn eigen kind opschrijven. Gas. Oh ja, nice, nog een paar kogels. Heb ik eigenlijk een mes opgepakt ondertussen of zo? Ja. Maar, hoe geraak ik hier nu bovenaan? Heb jij een mes? Ja, alleen ik kan dat toch als ik zo ontwijk, kan ik toch een mes gebruiken. En dan zijn die mannetjes direct dood. Nee jongen, ik heb dat niet opgepakt. Ja, ik wel. Hoi. Oh, goed. Met je voelen. Nee, Febe. Waar ben je? Misschien als ik op die schmiegel hier zo'n trap een beetje ga lopen. Nee, weer de ketting! Ah! Ja, ik heb het eindelijk gevonden. Mensen, eindelijk. Dat is fucking de vijfde keer dat ik eraf val. Er wordt de kutketting. Ben jij daar afgevallen of wat? Ik niet. Ben je nog een toren? Nee, ik ben er nog. Kijk, ik heb daarnet iemand van die hoge toren moeten afslagen. Eentje, en daar ben ik gewoon. Ja, daar heb rustig. Ik dus ook moeten doen, maar ik ben niet van die fucking berg. Allee, ik ben van die hoge toren gevallen al voor de derde keer. Hé, hey, what the fuck? Je moet afgaan, hè? Ja, dat is toch niet moeilijk. Waarom? Waarom? Oké, okay, ik ga gewoon niet meer. Oké, okay, dus ik ga nu zo. Die kettingen. Oh, niet zo, oké. Okay. Ja, dus.
Gast, ik ben daar in één keer af. What the fuck? Ja, maar ik ben soms wel. Ja, dat zink. Bij mij duurt dat 2 minuten en ik heb bij die berg op en afgelopen. De lieden zijn eigenlijk wel fuck off. What the fuck? Oh, ja. Ik loop heel die... Hey. Ja, daar ben ik er net ook afgevallen. Als een heel klein stukje. What the fuck, joh? Ja. Hey, heb jij mijn dingen nou gezien? Mijn laatste 4... Nee, 2 tweets en 2 Instagram posten. Ah ja, kijkers, ik noem op Instagram Tibe van Donink. Volg me. Wow, ik krijg 2 nieuwe volgers. Mijn nieuwe account en nog een nieuw account van mij. Oké. Okay. Ik heb 2 foto's op Twitter en 2 op Instagram dan gezet. Maar wel dezelfde, hè? Fuck off, jongen. Ik kon eerst slapen, jongen. Dan ga ik op die berg lopen. Allee. En waar staan we nu op die berg? Ah, hier staan we. Allee, ja, dan lopen we hier heel die berg af. Wat? Nee, mensen, what the fuck? Dat was niet normaal, hoor. Deze video gaat nog heel lang duren. Hè? Dus kijk hoe laat dat eigenlijk is. Oh, shit. Het is laat, jongen. Weet je, jongen, als ik nu dood ga, hè? Wat dan? Als ik nu dood ga, wat gaat je dan doen? En ik had nu ook al, jong. Ik ben er gewoon afgesprongen, jongen. Hoezo? Mijn manneke glijdt daar af. Ja, dat die glijdt gewoon, maar nee, die glijdt ook heel die een trap af. En nog gaat je dood. Ik dacht, ik ga dat hier lekker halen met een koprol. Nee. Ik wou een koprol gaan doen. Mijn manneke glijdt al automatisch, dus... Ja, koprol was niet nodig. En mijn selfie stick is kapot. Ik mis een onderdeel. Oké, pak af. Nu gaat het allemaal halen. Nu ga ik alles halen. Nu ga ik heel die dingen hier aflopen zonder eraf te vallen. Oké. Oh, onnozelaar, niet gaan manken. Ja, je hebt geen ding aan jouw poort. Ah, jongen, die vent, die is naar het rotsen. Toen wat? Ja, hier is vent. Die is met gewoon steen in mijn waar? Zes gaan wel vallen. Ja, maar ga nu weg. Kijk mensen, ik heb het jullie toch gezegd. Je moet ik het echt alleen maar al. Ja, skip troll. Wat, ik wist dat eigenlijk al niet dat ik... Wow, yo, kijk.
Ja, ik wist nog niet dat ik al zo ver op de map zat. Hè? Nee, nu niet om te zeggen dat dit een kleine map is, hè, maar ik heb ik al wel redelijk veel gedaan. Hè? Ik heb al één heel stadje geklaard, jongen. Hey. Dat is veel, hè. En jij ook. Nice, ik heb hem iets voltooid. Kom dan, ik zie een antwoord. Holy shit! Kijkers van Rutger, als jullie dit leuk vinden, laat het dan weten in de reacties, dan upload ik meer. Lee, en als jij nu in die reacties neer gaat schrijven. Holy shit, jongen, er is gewoon een land opgeblazen. Oh ja. Ah, wat was dat? Mijn band, zoiets. In één keer schiet er hier iets lek of zo, ik weet het niet. Ja, mijn band of zo is kapot. Ja, mijn band is kapot. Ah. Bad guys. Doe dat je nou dat zegt. Oké, we zijn weer op onze veilige basis aangekomen. Met een hond loopt er ook normaal gezien ergens rond. Echt, is hij dan dood? Ja. Ah, dan is hij met mij ook dood. Ja. Heb jij die nu nog gezien? Nee, toch? Nee. Hallo? Oké, ik ben nu terug in mijn basis. Wat heb ik hier dan? Oh, daar hebben we er 100 voor nodig. Ik heb er maar 75. Oké. Ik heb wel alweer iets gepimpt. Dat zijn mijn banden. Kom, jongen, wat kan ik nog doen? Ja, mensen, zoals jullie kunnen zien, is het eigenlijk nog wel echt een leuke game. Als je hem te goed snapt, dan toch. Establish some necessities and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. Take a look, but no promises. Oh, hey, die vent, ik kan ook al bij ons aan. Van boven een nieuwe stoel, jongens, biet. Je zit daar ook bij. Zeg een idioot, hè? Die vraagt kei veel. Ja, die vraagt kei veel, jongen. Hij waait een oude spuit in zijn oorbel, stel hij als oorbel. Moet er eens naartoe kijken. Denk het. Ik denk dat wij dat allemaal moeten gaan vinden ofzo. Ah, wacht. Mama, ik ben even weg. Ja! Yeah.
Ja. Ik kan doen nu geen shots meer aan. Ja. Ja, maar lief, we zijn het proberen, ja. Maar mama, ik wil niet shoppen. Ik wil niet shoppen. Wil jij gaan snel wandelen, maar ik had een dokter. Ik heb vandaag turnen gehad. Ik heb een paar. Sorry voor het wachten, kijkers en de lie. Ik wil hier is zo'n dikke storm bij mij, jongen. Ik word niet met hem mee. Haha! Nee, ik wil niet meer met die storm, jongen. Ik zal erin. Ik zal er tegenin rijden. Die probleem is nog niet opgelost of zo. Ik weet niet. Wat is dit? Ik ben kent hier achter de blinks. Show me one. Ik moet wel aan de andere kant van de stad zijn. Om één stom ding aan te halen, hè? Eén! We doen die deur open, we stappen in onze lelijkse auto en we gaan er naartoe, jongen. Ah, al die storm. Dat is net niks, maar dat is juist het probleem. Als er een storm komt, hè, alles moet gewoon naar de toe. Ja, we moeten even echt in een huisje of zo of in een auto of zo. Run. Run.
Nee. Gast, ik stap toch uit een auto, joh. Oh jee, ik hoor weer dat die een storm is. Kijk, dat is niet op. Ik heb dat al meegemaakt, hè. Echt? Zit jij in die storm? Nee, ik heb dat er net al meegemaakt. Ah, dus jij hebt al overleefd? Ja. Maar ik weet niet wat ik bij die ballon moet doen. Zie. Kom aan, storm, want ik kom er niet om te gaan rijden. Kijk eens, dit was een video van Jelga Vastblauw, daar heb je mogen zien in de volgende video.